Daar werd dan Sousa van gemaakt. Nou, dit spreekt voor zich. Van Gerda. Kun je dat enorme verlangen naar je huis, naar je vrouwtje, onderdrukken met de voorspiegeling dat het nog maar zo kort zal duren? Nee hoor, ik kan het niet. En die avond onder de klamboe heb ik ook aardig wat liggen te prakkezeren. Over het mooie wat ons te wachten staat. Over wat ik allemaal zou willen doen en aan je willen geven. Hoeveel geld we al bij elkaar zouden hebben. En spullen. Hoe lang het nog duren zou. Hoe lang zou het nog duren voor we zouden kunnen trouwen. Na mijn terugkomst. Hoe jij eruit zou zien. Of alles zo mooi geworden. Zoals we het ons nu voorstellen. Maar telkens betrapte ik er bij de gedachte op dat ik een zeker tijdperk oversloeg. Namelijk van nu tot aan mijn terugkeer. Je maakt de mogelijkheid om dingen te onthouden waarvan je weet dat het later een beetje in de verdrukking kan komen. Dat deed je met woorden op een klein boekje enzovoorts. Je merkte dat dat niet ging. Dus je ging zitten te schrijven zodat een ander het kon zien. Dat ging ook niet zo lekker. Toen kwam ik op het idee, weet je wat, als het nou eens een keer iets is, dan wil ik dat tekenen. En als ik dat teken, dan heb ik eigenlijk gelijk ook, heb ik de beschrijving daarvan. Dan kom je tot beelden. En de beelden, die zijn weer zo, dat je kan zeggen van, ja, maar dat kan haast niet. En dan kun je dat beschrijven. Als je nou beide doet, dan ben je volgens mij ben je goed rond. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb en dit getekend en ik heb geschreven. Ik heb het gevoel dat ik een film gezien heb. Een film waarbij ik de hoofdpersoon was. En dat ben ik niet, denk ik dan. Maar ik moet zo niet denken, want ik ben het wel. Nou goed, en dat speelt zich dan in dat arme hoofd af. Er zijn hier vier kamers die van één lamp gebruik maken. En wat je dan ziet, dat is dat hier handgranaten staan. Hier staat de kist van eigen bezittingen. Dit is de slaapplek. Dit is een bus waarin thee wordt bewaard. Want het hele zit vol met thee. Want je moet veel drinken in dat land. Nou, dit is mijn kostuum. En wat is er nog meer wat interessant is? Nou, meer niet eigenlijk. En dan gaan we dus varen. En dan blijkt dat de mensen die ons vertrek wilden uitwuiven. Dat was dat zootje daar op die boot. Die hadden grote borden. Mijn vader had daar met grote letters wat opgezet. Stonden ze ons uit te wuiven. En dat was heel aardig. En kijk, hier heb je een beetje overtrokken beelden. Maar in ieder geval, het was een druk gevaar om de boot heen. Van allemaal mensen die, net zoals zij, ons uitwerven. Toen wist er één die al eerder naar Indië gegaan was, wist waar ik aan zou komen en zo. En die zat toevallig in Semarang. Dus die stond beneden, stond die al te zwaaien. En toen moesten wij in drietonners
moesten we dan instappen om naar de plaats van bestemming te rijden. En die hebben zo'n 10 keer ongeveer hebben ze dezelfde route gereden in rondjes. En later bleek dus, dat moest dan de indruk geven aan de inlanders, dat we met zoveel kwamen. Ja, die lui die zijn ook denken ze dat je gek bent. Hier heb je ook iets bijzonders. Dat is namelijk dat ik loop op wacht en er komt een vrouw. En dan kun je ook zien hoe goed dus die verhoudingen tussen ons en het gewone volk was. Dat die kwam in één keer van, kan u mij helpen? Maar dat in het Indische taal. Dus ik wist het niet zo gauw. Dus ze ging met handen en voeten ging ze me vertellen. En ik begreep later, ja inderdaad, er moet iets zijn van wat ziek is of zo. Nou, en dat bleek dus dat er een kind geboren werd. En dan moet je eens even nagaan. Dan loop je als militair. Ik heb nog nooit een blote vrouw gezien. En ik moet bij een verlossing moet ik komen helpen. Ik ben naar buiten gegaan en ik heb geschoten. Maar dat had ik helemaal niet mogen doen. Dan heb ik dus dat standje gekregen. En ja, dan moet ik dan wat terug doen. En dat vind ik dan dat hier. Maar hier, er waren de scheidshuizen die van angst onder hun tandpadje kropen. Hier. En er waren, maar er waren ook helden die een nachtelijke op de voorstand en stenden. Het is allebei fout. Maar ik heb die fout zelf gemaakt. Even kijken, hier zijn dus is overnacht op een perron. En toen hebben ze dus de klamboe, hè, die hebben ze toen vastgemaakt aan de trein. Dat moet je nooit doen, want de trein die gaat eerder weg dan je wakker wordt. Dus dan sleept hij het hele zaakje mee. Nogmaals, Gerda, er is hier sinds jij de laatste brief van mij kreeg ontzettend veel en belangrijks gebeurd hier. Het bleek dat het einde van de politionele actie het begin van grote moeilijkheden voor ons was. En vooral sinds we hier zitten hebben we echt aan de lijve kunnen voelen dat het bittere ernst is en dat we iedere dag op het allerergste voorbereid moeten zijn. Schat van mij, ik schrijf dit niet om je bang te maken. Je weet zelf veel te goed dat ik het tot zelfs deze ogenblikken alles wil doen voor jou en in jouw belang. Als ik dus nu schrijf dat mocht er vannacht of morgen iets ergs gebeuren, mocht ik eventueel ook getroffen worden, zoals er deze week van ons al 2 gesneuveld zijn, weet dan dat ik tot het allerlaatste aan je gedacht heb en ook bereid was. Die politionele actie was een groot succes. Ik hoorde je van alle kanten, want ze zijn gevlucht en zo. Maar dat was, ja, dat was wel leuk voor degene die dat deed. Maar die vluchters die kwamen over de bergrug heen en die gingen er aan de andere kant weer af. En die kwamen in, als ik het zo mag zeggen, ons gebied, waar wij dus de orde moesten handhaven. En die maakten daar rotzooi. Hoe kun je eigenlijk militairen uitzenden, vraag ik mij dan af, als je qua aantal het niet redt? Dan zou je zo'n kleine post zou je niet moeten handhaven, want je speelt met levens. En dat hebben ze dus ook grif gedaan.